Als je manisch depressief of als je depressief bent, als je antidepressiva slikt, er zijn, als je goed gaat zoeken op het internet, mogelijkheden van klinieken waarbij je dus geholpen wordt om van deze medicijnen af te komen en dan zo op levende voeding wordt gezet. Dat je zo kunt detoxen, want dit soort medicijnen moeten ook eerst gedetoxed worden. Die slaan zich op in je lichaam en die maken dat je dus afhankelijk wordt van dit soort medicijnen. Dus je moet door een heftige detox heen. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je daarnaast een lifestyle aanneemt waarbij je zoveel dingen doet, hands-on dingen doet. Dus niet alleen maar in het hoofd, maar gewoon hands-on dingen leert doen. Zoals wandelen, zelf je sprouts maken, goede films kijken die de geest verlichten. Goede vriendschappen leren uitzoeken, zodat je met positieve mensen in aanraking blijft komen. Maar dan is er dus ontzettend veel te doen aan depressiviteit. Dan is er echt een leven mogelijk waarbij men zonder antidepressiva een bevredigd en mooi leven leidt. Waarbij men zegt, ja, het is de moeite waard, want ik leer iedere dag, ik groei iedere dag. Ik ben in contact met mijn eigen ziel en die leert iedere dag van hetgeen er om mij heen gebeurt. Dus nogmaals, Victoras, de guru, degene die met Ann Wigmore dit allemaal begonnen is, die het prachtige boekwerk, naslagwerk, er staat zoveel in, het is gewoon te veel om te bevatten. En het is echt een boek waar je maar wilt kunt openslaan en dan leer je er weer wat van. En het is een gids uit deze krankzinnige, losgeslagen, doorgeslagen wereld waarbij we als burgers in Nederland in feite totaal zijn afgesloten van echte, oprechte, langdurige genezing. Want laten we wel zijn. Laten we er eentje op de korrel nemen, de oncologie-industrie, waar ook miljarden in omgaan. Besef goed, op het moment dat u dat systeem ingaat, bent u een cash cow voor deze industrie. Een regelrechte cash cow. En er zullen natuurlijk best dokters zijn die het allemaal goed bedoelen, maar uiteindelijk is het zo dat kanker hand over hand toeneemt. Hand over hand, de statistieken vliegen omhoog. 1 op de 4 mensen wordt geprognosticeerd nu al om straks kanker te hebben. Nou, ik heb bijvoorbeeld 5 kinderen. Dat betekent dat er zeker eentje tussen die kinderen zou zitten die kanker krijgt. Nou, daar moet ik persoonlijk niet aan denken. Ik vind het echt een ongelofelijke statistiek. En de verwachtingen zijn dat uiteindelijk, als dit zo doorgaat in dit tempo, het helemaal niet meer zo lang zal duren voordat we 1 op de 2 mensen vormen van kanker zal ontwikkelen. Dit kan niet langer zo. Dit kan echt niet langer zo. Deze industrie heeft, de oncologie-industrie heeft tientallen jaren alle baan, alle ruimte gekregen om kankerpatiënten te behandelen. Maar puntje bij paaltje is er meer kanker dan ooit. En dat is ook niet zo gek, omdat al die chemo belandt in de mensen, belandt uiteindelijk via die mensen in het milieu, in ons drinkwater. En zo maken we ons probleem alleen maar erger. De meeste vormen echt, en sommigen beweren hier ook alle vormen van kanker, zijn heel sterk lifestyle related. Kanker wordt hier uitgehongerd door geen enkele vorm van suiker meer te nemen. En geen enkele vorm meer van dierlijke eiwitten. En dan zie je gewoon dat de kanker gaat slinken. Eenvoudiger kan het eigenlijk niet. Deze methode kost relatief geen drol. Er is dus ook geen chemische farmaceutische industrie die er geld aan kan verdienen. En daarom mag dit de wereld niet in. Maar het is echt schrikbarend hoe wij allen voor de gek worden gehouden. En ik hoop
dat jullie naar aanleiding van deze films zelf gaan nadenken over dit soort dingen. Zelf gaan lezen. Schaf dit boek aan. En snap waarom wij met z'n allen een wereld hebben gecreëerd waarin gewoon geen uitweg meer is. De mensen die dit soort dingen op gaan pakken, zullen straks nog heel gezond en gelukkig kunnen leven. Maar de mensen die hun heilige huisje, hun heilige geloof in de voedselindustrie en in de farmaceutische industrie goed gekoeld willen handhaven, die zullen allen strijdend ten onder gaan. En als het ware zichzelf vernietigen. Want zo ontzettend veel mensen kampen met zo ontzettend veel problemen op een veel te jonge leeftijd. We moeten gewoon wakker worden. We zijn een klein land. En als voldoende mensen wakker worden, kan dit als een razend vuurtje door ons land gaan. En kunnen we binnen no time 25 echte genezingsklinieken bouwen. Als de zorgverzekeraars en de Nederlandse overheid op een dag zullen beseffen hoe ontzettend veel geld we kunnen besparen als we op een andere manier tegen gezondheid gaan aankijken. En dan is ook meteen het probleem opgelost dat we zo ontzettend veel moeten bezuinigen op cultuur, op scholen, op kinderen. Omdat het ministerie van Volksgezondheid alsmaar meer geld naar zich toe slurpt. Dat tij is zo gemakkelijk te keren. Dat zouden we binnen, als de zorgverzekeraars en de Nederlandse overheid hun schouders daaronder zetten, dan kunnen wij binnen 5 jaar dat tij volledig keren. En dan kan het ministerie van Volksgezondheid met een ongelooflijk veel kleinere budget toe. Waardoor we gewoon voor alles wat de geest bereikt, zoals prachtige muziek, zoals sport voor kinderen, zoals scholing, zoals onderwijs. Daar blijft dan meer dan genoeg geld voor over. Meer dan ooit tevoren. En ja, men zegt het is een utopie. Ik weet het niet. Heel veel mensen zullen binnen nu en 10 jaar echt voor de afgrond staan. Het is een innerlijke afgrond waarbij je door gebrek aan innerlijk meesterschap als een kuddedier achter de propaganda aanloopt. En dat sluist je naar een situatie toe waarbij je gewoon je goede gezondheid verliest. Nou, en als je die verliest, sta je aan de afgrond. Dat betekent gewoon het einde van je leven. En het is moeilijk. We moeten onze gehechtheden doorzien. De gehechtheden aan vlees, aan vis, aan brood, kaas, melk, eieren. We moeten de hele melkleugen doorzien met z'n allen. En het is heel lastig, want we zijn een melkproducerend land. Maar volgens mij zit er niet veel anders op. En ik kom steeds meer mensen tegen die beginnen te beseffen dat als je gezond wil blijven, als je wilt genieten van je leven, als je vitaal wil blijven, dat je echt zelf moet gaan nadenken en op moet houden om als een kuddedier achter de propaganda van zeer winstgevende industrieën aan te lopen. Nou, bedankt voor het luisteren. Dit was mijn eerste introductie van dag 1 van het Hippocrates Health Educators programma. Wat ik nu nog de komende 6 weken ga volgen. Het is een heel intensief programma. En af en toe zal ik er een highlight uitpakken. En hopelijk kunnen we op die manier elkaars bewustzijn verhogen. Bedankt voor het kijken. Namaste. Ik ben heel blij dat u aan de andere kant bent vandaag om deze prachtige kennis die hier is, om u daarvan deelgenoot te mogen maken. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren.